Hey, fijn om je even te spreken. Ja, dat is leuk. Ja. Ik wou even wat met je bespreken, want ik zag net toen, Frank de Groot kwam met zijn Bouvier. Toen heb jij hem netjes gewogen en een beetje een kletspraatje gemaakt. En wat ik ook zag is dat je het niet met hem hebt gehad over bijvoorbeeld wanneer hij voor de laatste keer een wormbehandeling had gehad of een tekenbehandeling had gehad. Hè? Dat hebben we eigenlijk wel afgesproken. Ja, en ik vraag me af van joh, wat maakt dat je dat niet doet? Ja, sorry dat ik dat niet gedaan heb. Ik weet wel dat dat verwacht wordt, maar ik heb het er toch moeilijk mee om daarover te beginnen. Ik voel mij daar echt niet goed bij. Nee, dat kan lastig. Want vertel eens, waarom voel je er niet goed bij? Ik vind, als de eigenaars daar zelf niet naar vragen, heb ik het moeilijk om daar als eerste zelf over te beginnen. Ja, ik vind dat gewoon niet leuk. Ik doe dat echt niet graag. Nee, en hoezo niet? Voel je dan een beetje een verkoper? Of wat? Ja, dat is dan net wat ik dan... Dan voel ik mij zo echt zo'n flauwe, zo'n verkoper. Echt een verkoper. En ik voel me echt geen verkoper. Ik doe dat ook niet graag verkopen. En ik ben ook geen verkoper. Dus eigenlijk, kan ik dat niet goed. Nee, want je wilde echt voor de klant zijn, hè? Je wil niet het gevoel hebben dat die er voor jou is, toch? Jij wil wel doen wat voor de klant goed is. Ja, absoluut. Ja. Wij zijn daar om de mensen te ondersteunen. En als ze iets nodig hebben, daar advies over te geven. Daar ga ik allemaal mee. Maar ik heb het heel lastig om producten echt te gaan promoten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat gaat echt tegen je integriteit in, hè? Ja, dat gaat tegen mijn natuur in. Dus ik ben geen verkoper. Ik zal dat ook nooit niet worden. Dat zit gewoon niet in. Hey, en heb je het wel eens gedaan? Heb je het wel eens... Ja, toch wel. Ja? Toch wel, omdat je het gevraagd had om het te doen. Ja, heel ja. Hoe ging dat? Ik heb het een paar keer geprobeerd en telkens, ik kreeg daar eigenlijk weinig reactie op. Ze hebben niks gekocht, ze moesten het niet hebben. Ze hadden al een product aangekocht, ze hadden thuis nog iets liggen. Ze hadden iets van de apotheek. Allee, het waren zo die reden, ik weet niet meer van buiten juist welke, maar het waren een paar die reden. Ze hadden iets liggen thuis, ze waren bij de apotheek geweest, zulke reden. En ik heb eigenlijk geen product verkocht. Dus dan kan ik me ook voorstellen, je denkt, ja, ik heb er ook helemaal geen zin meer in om het te doen. Want Het werkt niet. En heb je een idee waarom het toen niet heeft gewerkt? Kan je nog terughalen hoe je het hebt aangepakt? Ja, ik heb zoals jij geadviseerd hebt. Ja. Ze kwamen binnen, we hebben even een praatje gedaan, gekeken waarvoor ze binnenkomen. Ze moesten nog even wachten in de consultatie. En dan heb ik gevraagd van, ik zie op de computer dat hij eigenlijk dat niet behandeld wordt tegen teken en vlooien. Of wanneer heeft hij zijn laatste ontworming gehad, heb ik ook al gevraagd. Ja. En dan was het van, ja, inderdaad, we hebben dat wel gedaan. Dus, en dan kwam, we hebben dat wel gedaan, maar uiteindelijk kan ik daar niets van bewijzen of niets van zien. Als de eigenaar zegt van, ja, ik doe dat wel. En ik behandel mijn hond, maar ik had er geen controle over of dat ze het effectief deden of niet. Maar ze moesten geen product hebben. Nee. Nou, ik vind het fantastisch dat je het hebt geprobeerd, hè? Want je had eigenlijk al weerzien. En je hebt het toch geprobeerd. En dat is natuurlijk kloot als het dan niet werkt. Ja, dat is inderdaad. Dus het was voor jou niet zo fijn. Het was voor die klant misschien ook niet zo fijn, hè? Een beetje de verdediging. Nee. En vooral ook niet voor mij. Ik denk misschien de klant stoort hem daar minder aan. Maar ik voel me dan ook zo echt zo iemand te zitten pushen. Ik wil dan ook niet verder doorvragen. Nee. Van, zal het toch niet interessant zijn? Nee. Want dan ben je helemaal dit aan het doen, hè? Dat wil je niet. Ja. Nee. Nou ja, weet je, ik vind jou juist heel gaaf altijd in het klantcontact. Dus dat is natuurlijk ook waarom jij zo fantastisch aan die balie zit. En de mensen ook altijd blij binnenkomen bij mij in de behandelkamer. Ik krijg wel eens complimenten over jou, dat je dat zo fijn doet. Dus ik zit even te zoeken hoe jij dat nou zou kunnen doen, zonder dat je het gevoel hebt dat je pusht. Maar dat je diezelfde contactuele vaardigheden gebruikt met de klant. Ja. Ja, het is moeilijk. Ik vind het moeilijk om het aan de kaart te brengen. Misschien wel wat extra ondersteuning, dat ik niet de enige ben die daarover spreekt. Of misschien nog extra ondersteuning, dat ik het niet alleen moet doen die daarover vertel.
In de zin van, kan ik dan een foldertje meegeven? Of als ze zeggen van nee, of toch extra informatie meegeven? Dat zou misschien wel kunnen helpen, dat ik daar zo niet alleen ben. Je hebt te zoeken naar het eerste contact. Hè? Dus wat is nou het eerste wat je zou kunnen zeggen? Die klant zit daar, je weegt hem, je weet dat hij komt voor een bultje. Ja. En je wil beginnen over... ontworming, vlooien, teken. Hè? Dus, ja, een voorbeeld. Wat zou, ja. Je, wat zou uit je, de liefde voor jouw klant en die hond, wat zou je dan kunnen zeggen? Het liefde voor de hond en voor de klant, dan zou ik wel uiteraard dezelfde vraag kunnen stellen. Van, is Hector behandeld tegen teken, vlooien, ontworming? Of wanneer is hij het laatst behandeld geweest? Die vraag kan ik wel blijven stellen. Hè? Dus het is wel belangrijk dat ze behandeld worden. Ja, dat voel je. Hè? Dus als je dat is als gevoel hebt, het is belangrijk dat hij behandeld wordt. Ik stel alleen maar die vraag. Ja. Als ik die vraag stel naar die klant, van het is belangrijk dat je hond of Hector behandelt. Nee, dat is de vraag. Dus je voelt het is belangrijk. En de vraag die je net zei van, joh, wordt die behandeld tegen teken? Ik vind dat een hele goede vraag. Ja. Ja, dat mag je zeker vragen. En als ze dan zeggen van, ja, en daar stopt het vooral dan mee? Ja, wat zou je... Moet ik dan doorvragen terwijl ik zie op de computer van, ja, maar die hebben niks gekocht bij ons of die hebben niks aangekocht, nee. Dus ik heb er totaal geen controle over of nee. Dat ze het wel doen. Nee, wat zou dan het fijnst voelen? De klant zegt, jawel, ik heb laatst wat gekocht bij de dierenwinkel. Wat zou dan het fijnst voelen voor jou? Het fijnst zou bij mij, ja, ik ben geen verkoper en ik voel me echt geen verkoper. Het fijnst zou zijn dat ik dan kan gewoon gaan afronden. Ik kan mij wel voorstellen, hè, dus dat gebeurt wel vaak, dat ze dan bij de dierenwinkel het gaan halen, maar het product is niet efficiënt. De volgende vraag kan je gaan stellen, die je kan stellen is dan van, ja, zie je nog vlooien of teken? Hè? Dus werkt het product wel? Dat zou ook wel een vraag zijn die ik kan stellen. En werkt het product of ben je tevreden? Dat zou ik wel kunnen doen. En dat doe ik nu niet op dit moment. Ja. Daar in het begin de eerste vraag en dan stopt het. Maar ik zou inderdaad wel een tweede vraag kunnen stellen. Ja. Van, werkt het dan wel? Of ben je tevreden van het product? Of zie je het teken of voor? Ja, goed. Want weet je hoe je die vraag nu stelt? Ik zie gewoon voor jou de zorg voor het dier. Ja. En dat is waar wij voor zijn. Dus ik wil ook helemaal niet dat je zo verkoperactief wordt. Maar ik vind dit fantastisch. Ja. En als we dan tevreden zijn, nou ja, dan houdt het ook op. Hè? Je hoeft niet ik vind dit heel goed klinken. Ah, dat is fijn om te horen. Ja, voor jou? Kan jij hem uit de voeten zetten? Ja, toch wel. Ik kan niet garanderen dat ik dat elke keer ga verkopen. Maar daar kan ik toch al ietsje verder mee. Een beetje meer nee, maar het gaat volgens mij niet om het verkopen. Het gaat om de vraagstelling. Je hebt nou één vraag, de eerste vraag, de tweede vraag. Nou, we gaan gewoon eens kijken wat het oplevert. Ja. Zorg voor het dier met jouw fantastische liefde voor de dieren. Ja. Ja. Goed. Dat zie ik wel zitten. Top, hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Dankjewel.